Goed, laten we even een aantal onderwerpen, even kort. Ik wil gewoon je eerste reactie. Ja. Corona. Lastig om kort. Ja, ik begrijp van geen kant de manier waarop dit wordt aangevlogen. Ik denk dat we nu al, en dat is denk ik al heel lang, want ik heb die onderzoeken vanuit Italië al, denk ik nu een jaar geleden gezien, dat de mensen die lijden onder corona zijn voornamelijk de oudere doelgroep. Het zijn mensen die, in dat onderzoek in Italië waren de mensen die dan overlijden aan corona, waren 80 jaar met onderliggend lijden. 95% had volgens mij onderliggend lijden, waarvan de helft meer dan 3 of meer. Dus het zijn de oude, zwakkere mensen die hier aan overlijden. Dus het is waanzin om een heel land op te sluiten, omdat die doelgroep beschermd moet worden. Dan moet je ervoor zorgen, dan moet je op ze hoogst beleid maken dat geënt is op die doelgroep. En wat je nu ziet met de angst voor nieuwe varianten en hoeveel besmettingen dat gaat opleveren en hoe de ziekenhuizen daarvan zullen overstromen. Dat was eerst het verhaal, Britse variant. Wordt heel ernstig, moet een avondklok, moet er meer repressief zijn. En nu blijkt dat het helemaal niet zo erg is. En dan vanmorgen vervolgens komt de K484 variant, weer een variant op die Britse variant. Komt er weer de hoek om kijken, hoe lang gaan we hiermee door? Hoe lang gaan we bang zijn voor varianten tot we zeggen van jongens, ja, dit blijft gewoon. We moeten weer normaal gaan leven, we moeten met gezond verstand gewoon weer alles open doen. Want het blijft. Corona is gewoon, dat was hiervoor ook al, want corona is geen nieuwe ziekte. Coronavirussen zijn er al langer. En per jaar gaan er, geloof ik, 3 miljoen mensen dood aan wat ze noemen besmettelijke lower respiratory diseases. Dus ja, daar is corona gewoon onderdeel van. Dus ik snap niet dat we daar allemaal zo tenminste, ik snap het wel en ik snap dat mensen bang zijn. Maar we zouden dat niet moeten doen. Dus dit beleid, dat moet echt direct van tafel. We moeten ik denk dat Zweden het ook heeft gezegd. Zweden zei van onze aanpak is goed, behalve de aanpak in verzorgingstehuizen. Daar hebben we gewoon gefaald. En daar zijn te veel mensen gestorven. En daar moeten we iets aan doen. Dus ik denk dat we beleid moeten hebben wat gericht is op die doelgroep. En dat we de rest van de samenleving, als zij daarvoor kiezen, gewoon vrij laten. Ben je nog steeds bang, draag je mondkapje, kom niet in te veel plekken. Dat is prima, dat is jouw keuze. Maar belemmer andere mensen niet in hun vrijheid. En sterker nog, zorg ook niet voor dat mensen hun hele levenswerk ten onder zien gaan. Er zijn zoveel ondernemingen die zo hard geraakt zijn. Ik denk dat we het begin daarvan nog niet eens gezien hebben. Als je op Funda kijkt, dan zie je dat hele winkelstraat in Amsterdam gewoon leeg staan. Laatst zag ik een plek, nog steeds te denken om het misschien gewoon te gaan huren. Op de Zuidas, op de hoek, een prominente plek, een koffietent met inhoud voor €280 per maand kan je het huren. €280? €280. Funda in business kan je nu. Ik ga het nu huren. Ja, je kan er van alles mee doen. En dan je krijgt gewoon de inventaris van die koffietent erbij. En ik denk dat dit het begin is. Ook de hele Utrechtse straat staat leeg. Ja, nu wordt het nog een beetje goed gehouden met overheidsgeld, omdat mensen steun krijgen. Maar dit is echt een begin van een crisis. Daar word je eng van. Dus we moeten hier heel snel van af. Want de nevenschade van het beleid zijn zoveel groter dan hetgene wat je ermee redt. En dat is denk ik ook misschien de kern van waar het fout gaat. Je zou beleid moeten meten op het kwaliteit van leven en levensjaren wat je ermee redt. Dus en dat klinkt heel cru, maar als je dan centraal beleid maakt, dan moet je gaan kijken naar, oké, dus de doelgroep die dan overlijdt is 80 jaar met onderliggend lijden. Hoeveel jaar leven zij nog langer, zeg maar, als we ons beleid uitvoeren? Maar hoeveel jaar neem je ook af van mensen, goede levensjaren neem je af van mensen door dit beleid? En die afweging wordt in mijn inziens totaal niet gemaakt. En dat zou dus moeten veranderen.